zijn op bezoek bij boer Dick en zijn lieftallige vriendin Wendel. Jacqueline ontfermt zich over Dick. Een boerderij runnen, dat is een vak apart, dus wij hebben wat agrarische experts ingeschakeld om de boel op waarde te schatten. Inclusief inboedel en weiland. Arjan, de trekkerman, zo noem ik je eventjes. Want jij hebt verstand van trekkers en machines op het boerenbedrijf. Wat hebben we hier? We hebben hier een Case International 845 XL Plus. €8000 in de margeregeling. Dit is een verlengrieg, 4MIX 12 LS mengwagen. Dus, LS betekent dat die laden en snijden, dus het is een zelfladende machine, €25000. Okay. Hier hebben we een Krone EasyCut 320 CVQ, €8000. Dat is een hooihark, wat gebruikt om het hooi bij elkaar te harken, €15000. Oude International 624, €1000. Dit is wel een beetje de grote trots, hè? Het is een Case Maxim 115 multicontroller. Dat kan trekken met alles erop en eraan. Elektronische hydrauliekventielen. Start hem eens. Ja, loopt mooi, hè? Prachtig. Het boost 150 pk. 150 pk? Ja. Ja. Wat kost zo'n ding nou? Met de BDW erbij denk ik over een €80000. €80000? Ja. Daar heb je gewoon eigenlijk ook een hele mooie cabrio voor. Of, Een trekker heeft veel meer techniek als een cabrio, hè? En je kunt er veel meer mee. Dus. Oké, bedankt Arjan. Ik heb heel wat geleerd. Graag gedaan. Jij hebt het wel opgeteld? Ja, ik heb het opgeteld en ik kom op een totaalbedrag van €125000. Mijn dank is groot. Niks te danken. Jan, Pat, veehandelaar. Helemaal in één keer goed. Ik wil heel graag van jou weten, wat is een koe waard? Dat fluctueert een beetje, hangt van de koe af. Ja. Je hebt ook een koe die correct melk geeft. En dan praat je over €900 of €1000. Maar je hebt ook, en dan praat je over de echte top. En dan heb je het over €1800, €2000. Oké, okay. Hoe kan ik nou zien of dit een goede koe is of een net iets minder goede koe? Dan ga je letten op de benen. Poten, het is maar net hoe je het noemen wil. Ja. Kijk, dit is een koe met grove poten, maar die heeft eigenlijk een beetje dikke poten. Dat is niet helemaal. Als je die koe achter je hebt, die staat iets die is beter. Wat slanker. Die is wat slanker, net als die koe daar en die koe daar. Dus het beenwerk is heel belangrijk. Als je die hele veestapel bij elkaar optelt, wat is die dan waard? Nou, dan gaan we niet onderin zitten. Dan zetten we maar op €1200, gemiddelde veestapel. Ja. Maal 70. En dan zit je op €84000, €85000. Oké. Okay. Dankjewel. Verkocht. Dick heeft ook nog 60 stuks jongvee in de stal. Die zijn goed voor €39000. De dag is omgevlogen. Tijd om de balans op te maken. Wat een onwijs gave dag. Echt. Lekker druk, hè? Ja, want we hebben jullie echt volledig binnenstebuiten gekeerd. Hè? We hebben aparte taxateurs laten komen voor de landbouwapparatuur, voor de veestapel, voor het woonhuis. Voor alles. En je tussen deed dat ik even weg was met Jacqueline? Onder andere. Zo. Toen ik jou vanochtend hier op het erf sprak, zei je, toen ik je vroeg, hoeveel ben je waard? Nou, €1.060.000. Ja. We gaan nu zo meteen eens even bekijken of je een beetje in de buurt zat. Ja. Laat je verrassen. Brand los. Nou, allereerst ook mijn complimenten. Je volgt je hart. Jij inmiddels bent daarbij aangesloten. Alles wat je privé overhoudt, en dat is niet zo heel erg veel, dat gaat ook onmiddellijk het bedrijf terug in. En op die manier zie je gewoon dat jullie zo omhoog klimmen. Dat is heel mooi. Het gaat heel langzaam, maar jullie werken er keihard voor. Dus petje af. Maar nu de waardes. Ja. Ik ben heel benieuwd. Verrassels. Ja. Verrassels. Ja. Wat jullie ervan vinden van. Ja, we gaan beginnen met de koeien. En die zijn waard €124000. En dit is dan dus inclusief 60 stuks jongvee, dus €40000. Ja, dat klopt. Oké, okay, maar dus waarschijnlijk dit bedrag is geen nieuws voor jou? Nee. Toch? Nee, dit niet, nee. De landbouwmachines? Ha. Oh. Enig idee? Hebben ze heel geladen? Of, Ik heb ze heel geladen, het is mooi speelgoed. Ja. We hebben alles opgeteld, ook het oud ijzer. Maar wat denk je zelf dat je aan waarde hebt staan? Twee. Ja, rond de twee. Rond de twee. Ton. Bedoel je? Gaan we kijken. De taxateur heeft alles bij elkaar geschat op €125500. Maar op die ene trekker heb je nog €18000 schuld. Ja, lease. Die is hier nu vanaf. Ja. Oh, dus kom je in totaal op €107500.
Maar ik heb gerekend naar dat ik alles moet kopen, zeg maar. En dan kom ik op een heel andere waarde uit. Dat zijn dus de waardes van nu. Nu, ja. 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 De volgende post. De inboedel. Ja. Grapje. Ik hoef jullie niet te vertellen dat hier niet zo heel veel aan waarde staat. Toch? Wat denk je dat jouw totale inboedel, inclusief auto, waard is? De auto is het duurste van alles. Dat is het grootste bedrag. En dan denk ik, oh, je komt er misschien op 10 uit, maar dan houdt het op. Nee. 10.000 euro? Ja, waarschijnlijk minder. Wat denk jij? Veel minder. Minder? Minder. Nou, gaan we kijken. Je zit in de buurt. Moet ik zeggen dat die auto zo rond de 6 is getaxeerd? Dat je eigenlijk dus de rest van je inboedel 2400 euro waard is. Die koeien die liggen op dure matrassen. Nog bijna wel, ja. En jullie gewoon op een heel simpel bed. Ja. Ja. Volgende post. Volgende post. De schulden. 23.500. Geen verrassing, dat wist je. En we hebben ook gezegd, hè, op het moment dat je natuurlijk die in de trek hebt afbetaald, zo snel mogelijk, die roodstand naar beneden. En dan krijg je meer ruimte. Ja. Dat je zelf ook al aangeeft in ons gesprek. Ja, want die trekker, daar betaal je nu iets van 1500 euro in de maand nog aan af, hè? Ja, lief. Dat is natuurlijk best een heel, heel bedrag. Extra. Extra over de hypotheek in. Ja. Ja, ja. Nou ja, dan heb je een mooi bruggetje gemaakt. Want wat is nu de waarde van de grond en alle opstallen, zoals dat heet? Hè? Dus alles wat erop staat. Yeah. Ja. Enig idee. Heel veel grond, heel veel gras. Nou, de grond is 40. Toen voor het gemak 40. Dat is 1,6. 40 hectare, 1,6 miljoen. Ja, en doe de gebouwen zet een keer maar op 500.000. Nou, dan kom je toch aan je lijn 1. Even snel hoor. Je mag vaker even snel zo rekenen. Het is echt mooi, hè? Hij is goed op de hoogte. Hij is goed, hè? Die boer is goed bij de pinken. Laat zien. Ja. Kijk, hey. Ja, joh, dat is goed, hè? Dit is inclusief het huis van je ouders, wat is getaxeerd op 125.000 euro. Ja. 2.275.000 euro is alles waard wat jij hier hebt staan. Ja, daar kun je voorheen lopen, daar kun je inlopen, daar kun je in slapen, kun je zitten, daar kun je de koeien in huis vesten. Ja. Maar ik kan er verder niks mee. Nee. En een deel is natuurlijk nog van de bank. En ik heb een mede-eigenaar en dat is de bank natuurlijk. Ja. Maar, ja. Laat maar zien. Ja. De bank is ook nog best fors. 874.200 euro aan hypotheekschuld. Trek je dat er weer vanaf, dan hou je de daadwerkelijke overwaarde. Ja, en die is toch 1,4 miljoen 800 euro. We hebben nu alle bedragen gezien. Alles wat hier op het terrein te vinden is. Ja. In kaart gebracht. Je schulden door Jacqueline, alles. De grote vraag is nu, wat is Dick Vogelzang waard? Oh, kom je uit al bij 1,7. 1,7 miljoen. Kan hij rekenen? Waarschijnlijk wel. In totaal ben jij waard 1.617.260 euro. Nou. Ja, ik vind heel veel geld. Ik ook. Wordt er niet warm of koud van? Er zijn heel veel mensen die nu zitten te kijken. Die denken, als die gozer de toko verkoopt, koopt hij hier een huisje in het dorp. Ja. Zit je toch nog in je vertrouwde dorp. Ja. En dan koopt een mooie villa ergens op de berg in Zuid-Frankrijk. Volgens mij wordt deze jongen dan doodongelukkig. Ik hoor hier, jongens. En dan erbij, er moet ook gemolken worden. En die koeien moeten verzorgd worden. Nee, daar ben je dan vanaf. Die toko heb je verkocht. Ja, maar ik heb hem overgenomen. En als het mogelijk is, geef ik het weer door. Q, laat ik daar nou aan gedacht hebben. Laat dit flesje champagne nou een hele mooie inspiratiebron zijn, dat als wij straks weggaan, dat jullie dit flesje opentrekken en met z'n tweetjes gaan werken aan die opvolger. Is dat een mooi idee? Pff, alweer? Zit ik weer te pushen? Ah, lieverd, daar hebben we geen alcohol voor nodig. Oh. Ik wens jullie ontzettend veel geluk. Ja, dat gaan we doen. Op dit bedrijf. Ja. Heel veel plezier. Dank je. En zet hem op, wij hebben genoten. Proost. Proost. Op een heerlijke dag, dank je wel. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Gaan we doen. Wat moet ik dan zonder dit? Wat moet je dan doen? Bij de televisie gaan werken. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.